Hoeveel geld heb je nodig om te starten met Shopify dropshipping in 2024? Deze vraag krijg ik dagelijks en vandaar heb ik daar een speciale video over gemaakt vandaag. Oké? Laten we er gelijk induiken. Nou, zoals jullie weten, Shopify dropshipping is mijn main business model, wat ik eigenlijk al jaren preach. En ja, hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig om daarmee te beginnen? En met hoeveel geld ben ik zelf begonnen? Nou, in mijn tijd ben ik echt begonnen met minder dan 500 euro per maand qua adverteren. Maar de wereld is enorm veranderd over de jaren heen. En zeker sinds dat ik begonnen ben met Shopify dropshipping in 2020. Oké? We zitten nu in 2024 en er zijn heel veel veranderingen geweest. En het is daarom belangrijk om te weten hoeveel geld startkapitaal je nodig hebt. En ik raad je aan, ga niet schrikken, een paar duizend euro. Ja, zeker, het is geld, maar de gasten die je beloven dat je voor 100 of 500 euro kan beginnen, met ads, met Facebook ads, met TikTok ads, ben je daar zo doorheen voordat je een winnend product hebt. Dus ik raad je aan om minimaal een paar duizend euro te sparen voordat je gaat beginnen met Shopify dropshipping. Nou, dingen die je nodig hebt, is natuurlijk een KVK-nummer. Moet je zelf inschrijven bij de KVK als je in woonachtig bent in Nederland. Volgens mij kost dat tegenwoordig 90 euro of zoiets. Nou, dan heb je een bedrijf. En dan moet je natuurlijk je Shopify store. Kan je gewoon voor 1 euro per maand beginnen en daarna 29 euro per maand. Wat voor andere dingen heb je nog meer nodig? Ja, het stukje ads eigenlijk. Natuurlijk zijn er ook nog Shopify apps die je kan toepassen. Die ook wat kosten aan zitten. Maar ik zou ongeveer rekenen op 50 euro per maand voor je site en alles erop en eraan, zeg maar. En dan gaan we naar een stukje ads. En ja, dan ga je kijken van hey, hoeveel producten wil ik testen? En dan raad ik aan om 10 producten per week te gaan testen. En ja, dat komt neer op vaak 500 euro per week of 250 euro per week. Nou, dan zit je echt wel aan 1000, 2000 euro per maand ad spend om die bal rollende te krijgen. En ja, als je geen paar duizend euro kan sparen, dan weet ik niet wat je aan het doen bent. Want ja, in Nederland zijn er gewoon zoveel kansen om banen te krijgen, online banen, offline banen. Om daarmee inkomen te genereren. Heel veel mensen schreeuwen op het internet dat het allemaal Escape the Matrix, et cetera. Maar de manier hoe ik uit de Matrix ben ontsnapt, is door in de Matrix te gaan, tussen aanhalingstekens. Ik heb een baan genomen voor 6 maanden tijd. En daar leerde ik ook verkopen op Bol. Nou, 6 ton meegedraaid met dat bedrijf. Helemaal leuk en aardig natuurlijk. Later ook zelf daardoor succesvol op Bol geworden. En daardoor help ik daar ook nu andere mensen bij. Maar door dat kapitaal wat ik daar verdiende, 2000 euro per maand, 6 maanden lang, 12.000 euro, die kon ik weer terug investeren in mijn eigen business, in aandelen, in crypto. En dat is wel de manier om het te doen, naar mijn mening. Zeker als je thuis woont, ben ik echt van mening dat je beter een tussenjaar kan nemen. Daarin 6 tot 12 maanden gewoon een baan te nemen. Het hoeft niet eens per se 40 uur per week te zijn. Waarin je dus wel cashflow opbouwt, als je momenteel geen cashflow hebt. Want er moet gewoon geld binnenkomen om geld te maken. Zo simpel is het. En ja, daar gaat het nou eenmaal om. En om die paar duizend euro per maand te hebben, of in ieder geval die 1000 euro per maand te hebben om je Shopify dropshipping store op te zetten en te gaan schalen, heb je gewoon dat geld nodig. En ja, dat wilde ik je eigenlijk meegeven vandaag in deze video. Hoe jij dat het beste kan gaan doen. Wat je echt nodig hebt. Want er zijn zoveel gasten die zeggen dat je met 100 of 500 euro kan beginnen. Maar trap er alsjeblieft niet in. Het enige wat deze gasten willen is jou een cursus aansmeren. Zodat je later weer een cursus van ze aansmeert. En dat hun daarop geld verdienen. Nou, mijn enige doel van deze video's is pure educatie. Ik hoef helemaal geen high-tech achtergrond, professionele dingen aan te pakken. Mij gaat het echt om de message die ik hierin meegeef. Ik heb nog een stuk of, nou, laten we zeggen, 10 video's die ik ga maken. En dan staan we al helemaal vol voor 2024. Ik ben super excited waar dit YouTube-kanaal uiteindelijk heen gaat. Laten we zeggen, ja, eind 2024. Dus ja, mocht je mij daarin willen supporten, like en abonneer op dit YouTube-kanaal. Laat me zeker weten wat je nog meer wilt zien. En dan check je in de volgende video. Ciao, ciao.